Ja mensen, wat doen wij allemaal met de aarde? Hè? Als je dat zo ziet, dan denk je van onze footprint, hè? Dat zeggen we heel vaak, want de ecologische footprint op de aarde, die heeft de hele aarde als het ware kapot gemaakt. Hè? Deze footprint is natuurlijk een beetje overdreven. En ik vind het ook een beetje te weinig geologisch gedacht om te denken dat als je dwars door de aarde heen gaat, dat er alleen maar een paar klaartjes grond van uitkomen. Hè? Dus het zou toch wel wat meer binnenin meer moeten zitten, zou je zeggen. Maar het geeft wel aan hoe wij zien hè, wat de mens met de aarde aan het doen is. Daarom hou ik van dit plaatje. Dit is de aarde waarvan je kunt zeggen, nou, hey, het zit er al zo geblust uit. We hebben zoveel fossiele brandstoffen eruit gehaald, dat die als het ware ingekrompen is in de vorm van een aardappel, bij wijze van spreken. Dat is het niet hoor. Het is de eigenlijke vorm van de aarde hè, met alle verschillen in zwaartekracht. Waardoor hij dus niet helemaal mooi ellipse of een bolvorm is, maar hij ziet dus uit een soort aardappel. Het is dus echt, deze vorm heeft hij, maar alleen de verschillen tussen hoog en laag zijn 15.000 keer uitvergroot. Maar je kunt je toch ook, en dat is dan een beetje de blik van de kunstenaar die jullie zijn, ja, dat is wat er van de aarde overblijft, dat ze alles eruit halen wat erin zit, hè, zou je kunnen zeggen. Nou, ik ben geoloog ik werk niet veel in Suriname, maar wij zoeken naar goudaders. Wij zoeken naar diamanten en van alles en nog wat. En als je dan gaat graven in de aarde en je denkt een mooie erts ader te vinden, wat zie je dan? Nou, helemaal geen erts, maar je ziet aders die door de mensen gemaakt zijn. Dus ja, dat is wel een beetje een teleurstelling als geoloog. Als je de natuur wilt vinden en je vindt ons, een menselijke invloed en zo. Je zoekt naar dinosauriërs in de aarde en wat vind je? De resten van onze voorvaderen, die vind je daaronder. Alweer denk je, ik wil altijd de natuur terugvinden. Hè? En wat je dan vindt, dat is dan eigenlijk heel iets anders. Dan zie je, dat is allemaal, een heleboel heeft de mens gedaan, waarvan je eigenlijk dacht van ik had hier moeten vinden wat de natuur was, is geweest. Hè? Ik zag zand en grind, een tuinpaadje en zo. En wat vind je? Een hele laag antropogeen in de zandgroeven hier dan. Wat denk je van, mijn god, waar is nou eigenlijk de natuur gebleven? Hè? Waar is het verschil tussen mens en natuur, is dat nog terug te vinden. Dat is een van de zaken die al in een eerder stadium ook heeft daarvoor heeft gebracht. Dus dat zijn voor mij zijn dat zaken van, ik denk van ja, dat zit toch niet goed eigenlijk. Hè? Kijk, we doen wel wat naar recycling, hè, maar dat is niet ook altijd even succesvol. Hè? Kijk hier, maar hè, dus, dat is een manier van recycling op de hele primitieve manier. Maar ik vind het sympathiek omdat je daar toch kunt zien dat we proberen als het ware hè, onze afval weer op een of andere manier te herverwerken. En nou, dan ga ik maar een berg beklimmen, een geweldige hoge berg in Mongolië. En ik kijk goed en ik luister wat er te vertellen is. En dan blijkt dat het een berg die helemaal door de mensen is gemaakt. Het is een berg die bestaat uit steen met kopererts erin. En van bovenaf wordt die helemaal doordrenkt met zwavelzuur om de koper eruit op te lossen. En dat zie je hier aan de onderkant eruit komen. Ja. Dus het is, eigenlijk is het, hoort dat niet hier, het hoort aan de andere kant van de berg in de goot terecht te komen en daar wordt de koper eruit gewonnen. Maar ja, deze berg is ook niet echt. Dus als je dat nou bij elkaar ziet, denk ik van nou, wanneer zie ik nou eens een keer iets echt? Nou, hier in Haamstede moet je natuurlijk denken, dan gaan we naar de duinen. Dit is de duin waar ik heel vaak wandel. Ik woon in Haarlem, dus dan gaan we naar Overveen, dan doen we daar aan zee. Hè. Prachtige duinen daarachter, hier achter ligt de zee. En denk je van nou, we hebben tenminste iets natuurlijks te pakken. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat onder die duin, dat zit daar. Een bunker. Dat hebben jullie hier ook. Dus het was eigenlijk, het zal een natuurlijk duin geweest zijn. Dus er werd een bunker gezet en nu is het weer een soort duin geworden. Waar zijn de natuurlijke bergen nu nog? Hè? Dat is wat je je af gaat vragen als je hier verder kijkt. Nou, het is wel zo dat de natuur soms ook terugslaat. Hè? Dat kan je hier zien, hè? Dat is aan Noord-Frankrijk en de kust. Hier heb je een bunker en door de erosie van de zee is een gedeelte van die bunker naar beneden gestort. Het is uiteindelijk geen de natuur op haar manier, neemt dan weer wraak op het feit dat de mensen daar geprobeerd hebben ingegrepen te doen in de natuur. Hè? Het tuin zelf neemt ook wraak, dat is ook bij het Bloemendaal. De duinen zijn daar uitgegraven om weer opnieuw te laten stuiven. En ze zijn elke keer weer bezig om dat fietspad eruit te maken. Want het zand stuift al door over het fietspad heen. Het duin wil gewoon zijn eigen gang gaan. En zich niet laten leiden door wat de mensen ervan maken. En dus dat zie je hier ook heel duidelijk. Dat men dus echt wel degelijk de natuur probeert iets terug te brengen. Sinds die gestijging, ook van de natuur. Hè. Dit is in de Kaspische Zee, die is in de jaren 90
is die 3 meter gestegen. Het is een oude padvindersvakantiekolonie die nu helemaal in de golven staat. Daar water is nu weer gezakt, maar dat wisten we toen nog niet toen we daar waren. Hè, dat helemaal, het hele ding is erin ingestort ook en zo. Dus ja, dat zijn dingen, zijn de natuur die pakt terug wat je geprobeerd hebt aan daar zo neer te zetten. Hè. Een moskee, ook bij diezelfde Kaspische Zee, die in het water terecht is gekomen omdat de zeespiegel hoger is gekomen dan ze ooit verwacht hadden. Hè. En nu zakt het weer in. Het had ook Roermond kunnen zijn of erfstad, zeg maar, bij wijze van spreken. Maar ja, dat zijn manieren waarop je ziet dat de natuur toch op haar manier probeert daar iets tegen te doen. Hè. Nou, dit is een prachtig asfaltweg die plotseling opgehouden is, omdat de Etna een gigantische lavastroom er dwars overheen heeft gezet. Het is de vulkanen reageren ook op wat de mensen hebben gedaan. Hier zie je dat heel duidelijk. Heel duidelijk dat de mensen dus wel iets kunnen doen, maar dat de natuur toch op haar manier weer probeert dat te wraak te nemen. Dit huisje is ook in de Etna, dat ligt helemaal door de lavastromen is dat omringd en zo. Ik geloof niet dat er nog iemand in woont op dit moment, maar je ziet in elk geval dat de natuur op haar manier probeert toch weer verloren geraakt terrein weer terug te winnen. Nou, als je dat allemaal bij elkaar ziet, dan denk je, ja, wat hebben wij mensen uiteindelijk, wat blijft er van ons over, van de aarde? Dit is een kunstwerk gemaakt door een Zwitserse kunstenaar, Giuseppe Reichmuth. Die heeft een heel groot paneel voor de Universiteit van Delft gemaakt, waar ik gewerkt heb voordat ik met pensioen ging. En dat is een prachtig kunstwerk. Die ziet je eigenlijk allemaal van wat er overblijft van alle rotzooi die we overal dumpen. En die eigenlijk uitgangsmateriaal is waar Ben natuurlijk ook mee werkt. Stapeltje brillen, ondefinieerd, maar een elektronisch bord, een van de tempeltje, de afstandsbediening. Het is echt een prachtige allegorie, zou je kunnen zeggen, van alles wat er overblijft van ons mensen. Dit is het dunne laagje antropogeen wat er overblijft als wij weer zijn verdwenen. Dat zou je kunnen zeggen dat dat eruit zit. Dat is die plastic-laag die we net in Iran hebben. Dus als je dat allemaal bij elkaar denkt, dan denk je van ja, wat zijn wij eigenlijk aan het doen? Dan ga je nadenken over de aarde. Hè? Van, wat moeten we met die aarde? Hoe kunnen we met die aarde, hoe moeten we daarmee omgaan? Hè? We zijn toch bezorgd hè, dat het allemaal de verkeerde kant op gaat. Hè? Dit is het beeld dat ergens op de Universiteit van de Eindhoven staat. We vergeten wie het gemaakt heeft. Nee. Maar het ging precies hier, weten jullie wel? Oké, ik ga het straks opschrijven. Ik heb dat toen niet genoteerd, maar ik vind het heel mooi, want het geeft eigenlijk aan van wat wij, wat doen we de aarde? Hè? Dat is misschien niet bedoeld als de aarde, maar zo, dat maak ik er dan van. Hè? Mensen hebben daarover nagedacht en zeggen, ja, we gebruiken zoveel van de aarde. Eigenlijk hebben we een tweede aarde nodig. Hè? Een tweede aarde. En dat is nou eigenlijk iets waarvan ik denk, daar kun je iets mee. Ja. Ik heb een voorbeeld of een soort prototype gemaakt van een tweede aarde. Je ziet, hij is nog bijna helemaal blank. He, er zitten nog al wel wat vulkanen en wat meer op. He, maar ik vind eigenlijk als kunstenaar, waarom neem je niet de tweede aarde als een concept om te maken, om daar de mineralen van men en alle andere dingen in neer te zetten. Je moet niet naar Mars of naar Venus of naar de maan of zo. Het is alleen maar het concept van de aarde, zoals van de tweede aarde, die je als kunstwerk kunt gebruiken. Dat is eigenlijk waarvan ik denk, nou, misschien kunnen we op zo'n manier jouw sculpturen, jouw plastieken, die kunnen we gebruiken om de aarde weer helemaal schoon en maagdelijk te maken in een tweede aarde, die misschien alleen bestaat in ons hoofd en in de kunstwerken. Dus dit is wat hier staat, dat is eigenlijk al ook een beetje het anticipeert, maar het zou echt heel erg mooi vinden. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar die tweede aarde aan moet voldoen. Hè? Hij moet een beetje stabiliteit hebben. Hè? En hij moet dus een kern hebben en een mantel en een buitenring. En die aarde die ik hier heb, die tweede aarde heb gemaakt, die heeft precies zo'n structuur. Ik heb de prototype voor je meegenomen. Ik moet even uit mijn tas halen. Even uit mijn tas halen, zo. Kijk. Weet jullie wat dat is? Nee, een toverbal.
Hè? Als je dat opzuigt, hè, dan krijg je altijd weer verschillende kleurtjes. En ik heb hem bij onze laboratoriumtechnicus, die heeft hem keurig voor mij doorgezaagd. Hè? En hier is die doorgezaagde toverbal en zo. Dus zo ziet hij eruit. Hè? Dus, hier zie je die ringetjes erin. Nou, er zijn er een aantal. Je mag er straks eentje hebben als je wilt. Dus, ik heb ze al jaren, dus ik weet niet of je er nog op mag sabbelen. Ja. Maar ja, die toverbal die is voor mij eigenlijk, dat is een beetje het begin ook van het boek. Van mijn boek wat hier ligt, hè, van waarom de hel naar aarde stinkt, dan ga ik als het ware langs alle verschillende kringen van Dante ga ik naar de diepte toe om de mythologie en de geologie van de aarde te proberen met elkaar in verzoening te brengen. Dat lukt natuurlijk nooit helemaal, maar daar komt dus van alles er nog wat bij. En hier begint het mee, want de aarde is eigenlijk een soort toverbal. Dus dat vind ik gewoon, hij moet gewoon mooi zo zijn. Maar de mooiste toverbal, de mooiste aarde die je me voor kan stellen, hè, dat is de aarde die daar in het andere zaaltje ligt van Gwen. Want die is doorzichtig, hè, en daar begint dat boek ook van de hel, waarom de hel en zwavelsteen mee, een doorzichtige aarde. Dat lijkt me zo fantastisch, hè, want je wilt gewoon zien als geoloog van wat daaronder gebeurt. Hè, want je ziet de wortels groeien, je ziet die mol die zie je door onze tuin heen gaan. En je kunt dan alvast spotten voordat hij in je grasveld omhoog komt en zo. Dus de aarde hoort eigenlijk doorzichtig te zijn. En ik heb een beeld gevonden van iemand die daar 2000 jaar geleden al mee bezig was. In Pompeji, daar ligt het overblijfsel, het gietafgipsel van een man die daar begonnen in de Romeinse tijd begonnen is door de aarde heen te kijken. En toen verrast werd door de vulkanische eruptie. Ja. Maar hij zit nog steeds te kijken. Hè? Dat is gewoon zo mooi is dat. Dat je ziet dat hij daar dat overblijft. Dat is gewoon, ik vind dat gewoon een beeld. Ze hebben er dom genoeg allemaal grindwerk gedaan. We zouden hier natuurlijk gewoon een glasplaat onder moeten leggen. Tenminste, die beeld hebben dat de man inderdaad bij de diepte in de aarde kijkt. Hè? Er is nog iets anders wat je kunt voorstellen. Hè? Misschien heb je weer die concentrische structuur. Hè? Dat is een koperen kraal die ze bij een opgraving in Turkije hebben gevonden van 10.000 jaar geleden. En er zit een gat in. Dan denk je, hé, een holle aarde, dat zou ook mooi zijn. Hè? Een holle aarde. Er zijn mensen die daar nog steeds in geloven. Kijk maar op internet, ourhollowearth.com. Dat staat nog steeds hoor. Er zijn mensen die daar in geloven. En ik vind dat ook een heel goed concept eigenlijk. Hè? Dit is een 19e eeuwse tekening van als die holle aarde eruit zou zien. Georges Sand, bekende Franse schrijfster, de minnares van Chopin onder andere, die heeft daar een boekje over geschreven, Laura, Voyage dans le cristal. En dat gaat over eigenlijk een jonge man die verliefd is op Laura en die met een boot naar het noorden gaat, helemaal tot in de IJszee en dan ziet hij daar een gigantisch diep gat. En diep in dat gat, daar ziet hij grote bergen. En die bestaan allemaal uit hele grote kristallen, olifijn en tourmaline. Zo groot en zo glad dat hij er niet op kan klimmen. Maar hij ziet dus als het ware in dat gat, daar zit hij gewoon kristallen zitten die in het binnenste van de aarde zitten. Het is een heel fantastisch verhaal. Hè? Het is toch van alles nog wat voor dingen bij kijken, maar ik vind het heel mooi. Hoe komt hij op dat idee? Hij komt op het idee door het bestaan van de geode. Geode, dat zijn ronde concreties eigenlijk van silica, waar vaak, zoals agaat of calcedoon, waar soms kristallen zitten. Er zitten daar grote kristallen. In het beginverhaal, dan ziet hij zo'n geode, die ziet hij in een vitrine staan en hij raakt daar zo van in de war dat hij als het ware met zijn hoofd op de vitrine in slaap valt. En dat hij begint te dromen over, dit verhaal begint te dromen. Dat is prachtig. Nou, ik zie dat hij precies hetzelfde heeft gedaan. Ze heeft heel nauwkeurig de splijtlijnen van de klassiek, die heeft ze hier zo in weergegeven. Het is ook een geode, hè? Die hier zo kan zitten. Je ziet hoe die dingen bij elkaar komen op een gegeven moment. Ik vind dat gewoon prachtig. Hoe zij, toch van de natuurlijke dingen. Heeft gekeken met het punt ook van de kunstenaar. En dat vind ik zo belangrijk dat gedaan is. Hè. Het bestaan van die grote kristallen in de Nayaka-grot in Mexico. Dat zijn gigantische gipskristallen. Het is hier 70 graden en we hebben nooit in geweest hoor. Maar deze plaatje die ik van een student werd, die er wel geweest is. Dus, hè, dit mannetje
is daar tussen die meters grote kristallen, je mag ook niet zomaar iemand, anders dan wordt het heel snel, het zijn heel gipsjes, heel zachte gipsjes, niet alleen maar waar je mannen van maakt, maar gipsen zijn ook hele mooie kristallen. Seleniet wordt het ook wel genoemd, naar selene, de naam van de maan. Het is allemaal selene, prachtige, glimmende gipskristallen, maar ze zijn heel zacht, je kunt met je nagel, kan je er een kras in maken. En daardoor is het natuurlijk heel erg kwetsbaar, dus sowieso als je het niet zo ziet. Het is uniek in de wereld, deze dingen, maar het doet hier een beetje denken aan hoe het er in de bolle aarde uit zou kunnen zien. En ik weet niet of daar op haar manier ook de dingen mee gedaan. Maar hier is die kristallen die daaruit komen. Ze liggen daar in Wendels. Ik ben zo stout geweest om al plaatjes van haar te pikken en hier in te zetten met de diamanten. Dit zijn een beetje kwartsachtige kristallen met de metielnaaltjes erin. Die hebben een beetje dezelfde structuur. Ik vind het prachtig hoe dit is. Eigenlijk is dit het materiaal waarmee je die tweede aarde zowel van binnen als van buiten kunt bekleden om ervoor te zorgen dat het in een mooie, volstrekte maagdelijke aarde wordt waar we voor de rest niet meer aan mogen komen. Er komt een bordje bij, niet aankomen, kwetsbare aarde. Ik ben zelf in de holle aarde geweest, hè, zoals we hier zitten. Dit ben ik hier, dit is niet Indiana Jones. De studenten die hadden in Delft altijd de gewoonte om foto's van de docenten te maken op een plek waar zij vonden dat het thuis hoorde. Ik ben dus als Indiana Jones geportretteerd. Die witte, zet zo'n afschuwelijk lelijke lavalamp aan het dichtel wil slaan in de ondergrond. Dat is wat je daar zo ziet. Ik heb eens goed gekeken naar die vormen die Gwen heeft gemaakt. Hè. En ik zie een verwantschap met een kunstvorm die in Japan en eigenlijk ook wel in China, waar het vandaan komt, heel erg gewaardeerd wordt. En dat heet Suiseki. Ik heb hier een mooi boek over Suiseki staan, dat betekent watersteen. En het is een kunst in Japan om mooi gevormde stenen te vinden, ze netjes te polijsten, maar de oorspronkelijke vorm van het gesteente te handhaven. Daar zitten ze op een mooi voetstukje van rozenhout. En als je daar goed kijkt, dan zie je dat hetzelfde is. Dus deze toch? Ja. Ja, ze staat hier een beetje verloren, maar die had de beste. Ik vond het prachtig. Ze heeft zoveel van die. Ik zie die verwantschap van de Japanse Suiseki-stenen en wat Gwen aan het maken is. Hè. Hier heb je die smitsoniet, zal ik het maar noemen, hè. Dus die zinkcarbonaatkristal, dit is een serpentijnberg op zo'n Suiseki, een beetje groen op een plateautje. En zo, als je verder gaat kijken, dan zie je dat er gewoon heel veel dingen op elkaar zijn. Dit is een natuurlijke steen, een conglomeraat, die ze uit de rivieren hebben gehaald, wel plat gezaagd en weer apart. Zie precies de vorm, zo'n plateautje voor gemaakt. Zo, dat is puntgaaf datgene wat hier in dit maatsel te vinden is. Hè. Dat is ook nog eentje, die was een beetje vaag op de foto, het zijn eigenlijk mooie amethystkristallen en zo. Maar dit is een Suiseki, waar je ook laat zien dat ze heel vaak bergvormen willen laten proberen dus in de miniatuurvormen te vinden van bergen die in het echt ook er zo uitzien. Het is eigenlijk een soort bonsai, hè, maar dan voor stenen. Het is veel minder bekend en zo, maar in grote Chinese winkels kan je die dingen wel vinden. Hoor. Ik ben helemaal geen verzamelaar daarvan, maar ik denk toch altijd wel eens dat ik vind dat leuk, hè, zoals ze dat zo kunstzinnig als zij. Het zijn heel vaak kalkstenen die heel vaak grillig oplossen en zo. Het is natuurlijk geen kristallen en dit zijn wel kristallen. Hè, maar het idee van een soort landschap dat ontstaat als je goed naar die kristallen kijkt, hè, dat spreekt mij enorm aan. Oké, dus ja, dit zijn alle gedachten die bij mij opkwamen bij het zien van de collectie van Gwen. Hè. Hier heb je er nog eentje, ik weet niet precies waar dit vandaan komt, dat ligt hier niet geloof ik. Hè. Oh, ze kozen hier van, ja, kijk aan. Dat had ik moeten zien. Maar dit is. Ik loop heel vaak op het strand in Bloemendaal. Ik maak altijd foto's van de patronen die daarin zitten. En als je goed kijkt, dan zie je daar diezelfde patronen ook wel weer terug. Hè. Ik vind het zo mooi. En want het is, ja, wat is natuurlijk en wat is door de mens gemaakt, dat vloeit in elkaar. Dat zei Gwen in het voorgesprek wat ze door de telefoon hadden en in de videocall. En ik vind dat gewoon, dat spreekt me gewoon heel erg aan. Ik heb een heel fotoboek gemaakt van allemaal patronen op het strand. Omdat ik dat zo mooi vind om dat te zien. En je ziet hoe de natuur enorm variabel. Elke keer vind je weer nieuwe patronen
op het strand de zevening is aan. Die regen gaat maar op en neer. En die golven die zijn zo weer weg. Maar wat ze achterlaten op het strand is prachtig. Ja, dat is nog zo eentje. Hè? Dit is, is het ook van jou, hè? Dat is een buitensculptuur. Ja? Die ligt aan de expositie. Die binnenkort geopend. Oké, want die staat ook in jouw, in jouw collectie. En dit is een plaatje uit de Suriname. Waar je dus op diezelfde concentrische structuren ziet. Het zijn oorspronkelijk vierkante blokken gericht. Maar door de verwering zijn ze langzamerhand rond geworden. Hè? Dat is een sterilitale verwering. En je ziet, er zijn zoveel parallellen tussen wat Glenn ziet en wat Glenn bedenkt en wat er in de natuur zit. Ik vind dat spreekt me gewoon enorm aan. Oké, als je dat dan ziet, dan zeg je van nou, die tweede aarde die moet er komen. Hoeveel tijd hebben we daarvoor? Hè? Ik heb een boek geschreven, dat was eigenlijk mijn eerste de doorbraak bij wijze van spreken. De 19e druk ligt nou in de winkels, dus 15 jaar geleden heb ik het geschreven. En dat heet de menselijke maat, de aarde over 10.000 jaar. En ik vind eigenlijk die tijd moeten we ook nemen om die tweede aarde te maken. Hè. En ja, wat voor tweede aarde gaat het zijn? Hè? Wordt het de toverbal? Of wordt het de doorzichtige aarde? Hè? Ik ben bereid om het, als het de doorzichtige aarde wordt, om daar een nieuw boek over te schrijven, dat we daar op ingaan. Alleen ja, je moet de tijd nemen om dat. Om die aarde helemaal te bekleden, te bedekken en daar mooie dingen van te maken. En 10.000 jaar duurt natuurlijk wel erg lang. Hè? En dat is, waarom mijn boek zo heet, hè? De aarde over 10.000 jaar, is omdat 10.000 jaar geleden was het einde van de laatste ijstijd. En over 10.000 jaar, dan zijn we weer flink op weg naar de volgende ijstijd. Hè? Het was eerst lente, zeg maar, 10.000 jaar geleden, nu is het zomer. En over 10.000 jaar is het weer herfst van de aarde. Hè? Het is 4,5 miljard jaar, is dat alles maar doorgegaan en daar kunnen we ons toch niet aan onttrekken. Dus het is goed om die hele lange tijd te kijken en te proberen dan ook een ander perspectief te geven aan de zaken die we om ons heen zien, dan alleen maar een perspectief van gisteren, vandaag en morgen. En in twee redenen, in Wageningen in 1982, die heb ik genoemd, gisteren was vandaag morgen. Dat vind ik nog steeds een hele mooie spreek, gisteren was vandaag morgen. Dus. Maar als je een beetje gevoel wil krijgen voor die tijd, voor die 10.000 jaar, dan moet je eigenlijk naar de klok of de long now. Dat is een prototype van een klok die ze nu aan het maken zijn in Amerika. Dat is een klok die één tik per jaar geeft. Hè. Eén keer slaat per eeuw. Eens in de 1000 jaar komt de koekoek naar buiten. En pas over 10.000 jaar, hè, dan is die klok afgelopen. Hè. Dat is een concept dat al heel lang bestaat. Hè. Dat is het British Museum staat er een prototype van. Ik weet niet of hij al doet wat hij zou moeten doen. Maar ik vind het gewoon heel mooi. Mensen ervan te doordringen dat de tijd langer duurt dan alleen maar van de gisteren, vandaag of morgen. De future of geology die moet je in lange tijden, lange tijdschalen moet je die meten. Dank voor je aandacht.